Harry van der Ham, was 0-0 vandaag het maximaal haalbare hier in ons? Nee, vind ik van niet. Wij zijn echt met de intentie hier gekomen om, de vol op te gaan en te winnen. En als je dan, het mentale wordt niet van je gevraagd, omdat je vanuit een volle kuip, waar je altijd gemotiveerd bent om te spelen, moet je naar de topos toe met 200 mensen als publiek. En als je dan zulke domme dingen doet, waar je twee keer geel pakt, heel nodig, en vervolgens kom je met 10 man te staan een uur lang. En natuurlijk, als je met 10 man komt te staan, dan krijgt de tegenstander ook kansen. Maar ja, ik heb 300% kansen van ons geteld. En dan denk ik van, ja, weet je, daar zat ook met 10 man meer in. Ze hebben zich wel de tweede helft slag in de rondte geropen. Ik bedoel, niemand die daarin verzaakt heeft, maar ja, aan de bal kan het gewoon veel beter. En, ja, ik ben super teleurgesteld naar deze wedstrijd. Toch hebben zij met name in de eerste helft ook een paar 100% kansen gehad. Hè? Voor open doelwissers op de lat te schieten. Warner Haan pakte een paar fantastische ballen. Jullie hadden het met name in de eerste helft, logisch misschien omdat jullie man minder hadden, ook moeilijk. Ja, nee, maar dat zeg ik. Als je met 10 man komt te spelen, moet je toch wat anders gaan voetballen. We hebben de ruimtes wat kleiner gemaakt en gegokt op snelle jongens voorin. Dat is ook de reden waarom ik Jesse eruit haalde, terwijl hij het eigenlijk best goed deed. Maar dan wil je gewoon zorgen dat die ruimte in de rug benut wordt door de snelle jongens. En dan moet je van achteruit en met name vanuit middenveld de vallende bal erachter spelen. En dan zie ik dan dat die vallende bal niet komt. Dan is dan een crosspaas geven. Weet je? En dan denk ik van ja misschien welkom in de Jupiler League. Maar daar zou je veel meer uit kunnen halen. Maar ik ben echt teleurgesteld. Ja, ik zag je ook in de wedstrijd veel gebaren maken. Je was duidelijk ook boos. De frisheid is er ook een beetje vanaf. Hè? Die frisheid die jullie in de eerste wedstrijden wel hadden. Ja, maar is ook zo. Ik vind dat we al een paar weken zonder voordoel spelen. Voordoel geeft niet thuis. Het is slap. Veel duels verliezen. Niet de acties maken. Naar de bal toe komen in plaats van diep te pakken. En daar moeten we mee aan het werk. Want als dat zo blijft, die achterhoede kan natuurlijk niet alleen maar alles tegenhouden. En dat doen ze tot nu toe. Hè? Met een fantastische keeper en achterin, ja, dat zit gewoon een blok. Daar zit het niet. En op middenveld vond ik ook met name aan de bal veel te weinig. Weet je, dat moet gewoon veel beter. En dat gaat ook beter worden. Maar we moeten ons natuurlijk niet in een crisis gaan praten. We staan nog steeds bovenaan. Maar dat het beter kan en moet is duidelijk. Een van je aanvallers is Eriksson Danso. Bewierookt in de eerste wedstrijden. Vandaag was hij en onzichtbaar. En in de tweede helft geblesseerd geraakt. Hamstring? Geen idee. Hij loopt zo van het veld, ik ben geblesseerd. Ja, dat kan in de speeltuin, maar niet bij FC Dordrecht. Heeft dit consequenties dat hij dan zomaar uit het veld stapt? Nou ja, consequenties dat hij geblesseerd is. Dus hij kan niet spelen. Maar we zullen hem daar wel even over aanspreken. 0-0, je zei het zelf al, de laatste twee wedstrijden in de competitie niet gewonnen. Nou, tegen Feyenoord misschien logischerwijs niet gewonnen. Het is toch niet zo dat de klat erin begint te raken? Nee. Als dat gebeurt, nee, dat wijzen 100% in alles wat ze doen. Ik ben er ook van overtuigd dat als het 11 tegen 11 was, dat we hem wel gewonnen hadden. Want we waren natuurlijk veel beter aan de bal. Maar goed, we waren slordig in de oplossingen voorin. En dan heb je het weer. Als het voorin niet loopt en je kan ook geen bal vasthouden en je kan daar de acties niet maken, ja, dan heb je een probleem.